Bij de Klaas is, hebben we de zondiernavigatie erop. En die valt nogal regelmatig weg. Dat is erop gedonder. Hier op dit tarweperceel zijn we nu aan het combijnen. Dus, iets meer dan 300 hectare. De Elmers overladenwagen. Ook een monster van een machine, van een keeper eigenlijk, overladenwagen. En daar ligt al wat mest. Dat direct naar het stroopersel hier op land komen. Door alle hagel en regen en harde wind is het tarwe gedeeltelijk plat gegaan. Maar met deze flexdreper en tegen de valrichting in kunnen we nog redelijk combineren. Hij rijdt stevig door. Opbrengst is hier niet zo goed. Tarweopbrengst is ergens tussen de 7,5 en 10 ton gemiddeld. Of ja, gemiddeld, dat is per perceel dus. Eerste keer doorsteken op bunkers en vol. Bij de Klaas is, hebben we de zondiernavigatie erop. En die valt nogal regelmatig weg. Dat is erop gedonder. De dissel is wat te laag. Als je dan stro perst, dan verstopt dat allemaal eronder. Dus hij kan niet helemaal precies midden over het zwart rijden, dat is natuurlijk weer slecht. Hier brengen we de tarwe naartoe, naar deze schuur. De berg is niet altijd best. Daar is de weegbrug. Het is een lage schuur, dus dan kan je met een keeper die achterover kiept, kan je er niet in. Dat is wat te laag. Dus daarom hebben we ook die kamazel met aanhangers die overzij kiepen. En hier met deze verrekker schuiven we het omhoog. Staan we boven op de tarwe. Dat is de loader. Dat is ventilatie. Dat ook.
Je blaast lucht de pijp in. Er zit onder een T-stuk. En dan gaat de drainagebuis die kant op. En die kant op. En die blaast weer lucht door de tarwe. Ik zit hier dus bovenop die tarwebult. In deze schuur gaat iets van 6.000-7.000 ton als je helemaal vol zit. En zo hebben we nog een schuur van 6.000-7.000 ton vol en nog een andere schuur van 1.500-2.000 ton. Ik denk dat we net niet genoeg opslag hebben. Dat is natuurlijk een positief probleem. Tarwe opbrengst gemiddeld wordt ergens denk ik 8,5 ton. Gerstopbrengst, de wintergerst is er al af. Dat is gemiddeld 9,2, 9,3 ton. Dus dat is eigenlijk ook, dat is super. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Tarwe zo goed hebben we ook nog nooit meegemaakt. Dus op zich opbrengsten zijn hartstikke goed. Gelukkig. Maar met alle havens die gebombardeerd zijn en die graandeal die niet doorgaat, of die opgezegd is door Rusland eenzijdig, waarna Rusland dus begonnen is die havens te bombarderen, kunnen we eigenlijk heel slecht ons spul kwijt. Prijzen zijn ook navenant slecht. We zitten nu op afbedrijf, ongeveer 110. Of tussen 105 en 110 dollar per ton. Zeg maar, dat is ongeveer 100 euro per ton. Maakt niet uit of dat dan tarwe of gerst is, allebei hetzelfde. Allemaal voertarwe trouwens hier. Ja, voor 100, zelfs met 8, 9 ton, voor 100 euro per ton kan je geen tarwe of gerst verbouwen. Dus ja, dat zijn allemaal gevolgen van die oorlog die Rusland hier voert. En niet alleen dan met ons, want als we het spul ons spul hier niet kwijt kunnen, de wereldmarkt op, dan zijn er ook heel veel andere mensen die er last van hebben. Vooral arme mensen. En misschien is er momenteel genoeg graan in de wereld, maar als je Oekraïne op deze manier vernietigt, of de productie in Oekraïne vernietigt, en je hebt een keer een droogte in Amerika of Brazilië, nou, dan gaan de prijzen echt door het dak. Maar goed, wij hebben niet zo heel veel keuze. Wij gaan door. Wij blijven Oekraïne ondersteunen. We blijven het leger ondersteunen. We blijven zorgen voor stabiliteit voor onze mensen. Gelukkig hebben we de koeien nog waar we stabiele inkomsten van hebben. Groente is hartstikke duur. We beginnen straks met uienoogst, dus daar krijgen we ook stabiele inkomsten van. Ja, dan moeten we het maar doen met 100 euro per ton. Hier voor de tarwe. Maar het is beter dan in een loopgraaf staan aan het front. Dan riskeer je met je leven. En daar zijn wij de jongens heel dankbaar voor dat ze dat doen. Zodat die Russen niet hier zijn. En ik denk dat ik dat wij dat hier meer voelen dan mensen in de rest van West-Europa. Maar mensen in West-Europa mogen daar ook denk ik heel dankbaar voor zijn. Dat die Oekraïners die Russen niet laten winnen. Of niet laten opstomen. En ja, dan hebben we die 100 euro ook maar op de koop toe. Dat is niet anders. De goede opbrengst compenseert wat, dus we worstelen ons er wel weer uit. Maar dat je er echt lol van hebt, is anders.